Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuw weekoverzicht van mijn Feyenoord carrière. Weer een weekoverzicht vol met goals en met transfers en met mooie wedstrijden. Want we beginnen hier met de Europese Supercup en we spelen tegen Napoli. Napoli, geen onbekende tegenstander natuurlijk, hebben we in de voorbereiding ook al tegen gespeeld. En we spelen hier ook met ons B-elftal, omdat we de eerste wedstrijd met ons A-elftal speelden. En die niet helemaal fit waren. Er zat maar 2 dagen tussen. Echt weer fantastisch gepland. Maar goed, maak het uit. Spelen met ons B-elftal hier. Fosu Mensah die opkomt. Speelt de bal op Emre Mor. En Mor, ja, we kennen hem. Hè. Hij scoort gewoon weer. Hij scoort eigenlijk altijd wel als hij speelt. Dus ik ben heel blij met hem. Mooie goal. Goed ingeschoten met links. Want volgens mij is hij gewoon hartstikke links. En 1-0. En daar zal het ook bij blijven deze wedstrijd. Vilena, aanvoerder van dit elftal, gaat de beker omhoog tillen. En ze hebben er weer een mooie bloemenvaas bij. Past een mooi bosje tulpen in, toch? Maar goed, we zijn er blij mee. Nieuwe prijs erbij. Dan Eredivisiewedstrijd tegen Vitesse. Dan spelen we weer in onze sterkste opstelling. Dolberg hier op Timo Werner. Werner speelt hem op Isco. Isco komt naar binnen. Schiet. Maar die bal komt weer via de keeper voor de voeten van Dolberg. En hij scoort de 1-0. En dat allemaal in de derde minuut. Dus dat is al heel snel in de wedstrijd dat we 1-0 voorkomen. En dat is lekker. Hier nogmaals Isco. Kap naar binnen. Schiet. Wordt geblokt volgens mij door de keeper. En Dolberg kan in de rebound de 1-0 maken. Dan Villalba op rechts. Speelt de bal op Isco. Isco is belangrijk. Bal komt bij Werner terecht en Werner glijdt hem langs de keeper. Dat vind ik heel erg knap gedaan door hem. En hij is er ook blij mee. Hier nogmaals, Isco hier legt de bal breed. Volgens mij Klaasie of Kimmich die de bal op Werner speelt. Volgens mij was het Kimmich. En 2-0. Dan tweede helft. Hiero Dolberg had zich wat in laten zakken. Isco weer. Isco op Kimmich. Kimmich even terug. Daar is Klaasie en dan is Dolberg inmiddels doorgelopen en kan hij op aangeven van Klaasie de 3-0 binnen tikken. En zo is het toch ook weer een mooie uitgespeelde kans. Hier Klaasie goed meegegeven. Dolberg neemt hem knap aan, want die bal komt eigenlijk achter hem. Maar neemt hem zo aan dat hij toch voor hem ligt, kan schieten en het is 3-0. Dan Kimmich speelt de bal op Isco. Isco op Werner. Werner vindt Acheampong helemaal op links. Die was helemaal vrij. Die kan de 16 binnenlopen. Wil schieten, maar wordt geblokt. Krijgt de bal terug op Klaasie. En Klaasie haalt uit. Prachtig geschoten. En zo is het 4-0. Klaasie gaat voor zijn tegenstanders staan juichen. Niet heel slim misschien, maar goed. We kennen FIFA, hè. Hier zo nogmaals Acheampong. Krijgt die bal lekker terug. En Klaasie hier haalt lekker uit. En in de bovenhoek maakt hij er 4-0 van. Dan hier een hele grote transfer voor ons. Een nieuwe keeper. Het is Donnarumma. Komt over van Milaan. Ik bied een hoop geld. Plus Lozano. Dus we zijn van Lozano ook af. Dan een nieuwe spits. Wie kent hem niet? Nicolai Jurgensen komt terug naar Feyenoord. Dus zo hebben we er ook een nieuwe spits bij. En gaan wij tegen Utrecht spelen vervolgens. Hier met Isco. Dus we spelen weer in onze sterkste opstelling. Goeie bal op Werner. En Werner, ja, dat is een goal. Ondanks dat de keeper hem nog even aanraakt, vliegt die bal in het net. En scoort Werner weer zijn goal. Toen zijn allebei mijn spitsen toch redelijk trefzeker. En ik ben er blij mee. Bal in de kruising via de keeper. Helemaal mooi. Dan, tweede helft. Utrecht deed het aardig. Maar. Niet goed genoeg. Hier wordt Villalba weggestuurd. Villalba die ziet Dolberg die helemaal vrij staat. Dolberg die ziet Werner weer die helemaal vrij staat. En Werner maakt zijn tweede. Zo is het 2-0 voor ons in de 79ste minuut. Ruiter weer geslagen. Ja, jammer jongen. Zo zei het. Dolberg doet dat goed hier ook, vindt Werner. Zwitsers zijn niet zelfzuchtig. En dat is fijn. Dan. Ietsje later, 84ste minuut, hier ook Jurgensen op Villalba. Want Jurgensen was ingevallen. Jezus, echt serieus. Ik zit echt te slapen. Ik zeg net gewoon Dolberg. Maar het was net ook Jurgensen natuurlijk. Die was al ingevallen. Ja, twee van die Deense blonde spitsen. Zo. Twee van die blonde Deense spitsen, laat ik het zo zeggen. Ik haal ze gewoon door de war. Maar Villalba maakte 3-0 van. Dan Oostunali. Komt ons middenveld versterken. Hij is rechter middenvelder.
Komt over van een Duitse club. Dan Hiro. Als vervanger van Kongolo haal ik Tommy Beugelsdijk. En ook hij zal in het B11-tal natuurlijk gaan spelen. Dan de wedstrijd tegen Go Ahead. En dat zal een goede wedstrijd worden. Hiro Isco ontvangt de bal. Vindt Werner. Werner komt naar binnen. Helemaal vrij. En schiet hem lekker binnen hoor. Isco met een mooie assist. En Werner weer met een mooie goal. Zo is het alweer vroeg in de wedstrijd 1-0. Hier nogmaals. Werner, mooi goal. En 1-0. Dan een cornertje die voor de voeten van Isco belandt. En hij maakt zijn eerste goal in Feyenoord tenue. Daar is hij dan eindelijk. Hij heeft al goed gespeeld, goede passes gegeven, veel assists gegeven. Maar ook hij scoort nu eindelijk. Hiro, beetje geluk. Bal komt voor zijn voeten uit de corner. Maar reageert snel en het is 2-0. Dan Martin Zindi. Komt mee naar voren. Vindt Isco. Isco breed op Dolberg. En zo is het 3-0. Dolberg scoort. Isco weer een assist. Zo zijn ze lekker bezig daarvoor in. Martin Zindi. Die dacht ook. Bekijk het allemaal maar achterin. Ik ga mee naar voren. Ook belangrijk voor hem. En zo is het 3-0. Dan Kimmich, mooi buitenkant voet op Werner meegegeven. Werner legt hem terug op Kimmich en zo is het 4-0. En dat allemaal in de 37e minuut. Staat het dus al 4-0. Kimmich scoort ook weer eens. Duits zonder ons hier. Kimmich op Werner. Werner legt hem terug. En Kimmich schuift hem in de goal. Dan 41e minuut. Isco vindt hier Dolberg. Dolberg alleen op de keeper af. En het is 5-0 maar liefst. Isco weer, maar weer een assist. Zo heeft hij al 3 assists gegeven en een goal gemaakt. Kan het nog beter, zou je zeggen. Nou, dat gaan we de tweede helft zien. Hiro, Go Ahead aan de bal. Die verspelen de bal. Eerst pakt Van Beek hem af, dan Klaasie. Klaasie rukt op. Isco loopt helemaal vrij, loopt de 16 binnen en schiet hem prachtig in hoor. Het is 6-0. En zo scoort hij dus 2 keer deze wedstrijd. Ja, ja. Wat een aankoop hè. Ik ben er blij mee. Goeie bal van Klaasie ook dat. Maar Isco haalt hieruit. De bal verdwijnt prachtig in de bovenhoek. Dan, Oostunali is ingevallen hier aan de zijkant. Vindt Klaasie. Klaasie op Vilena. Vilena op Acheampong. En ook hij weet te scoren. En zo is het 6 of 7-0 moet ik zeggen. Sorry, ik raak de tel kwijt. Wat wil je ook met al die goals? Hier Vilena goed gedaan. Acheampong. Klein beetje geluk door de benen van de keeper. Maar goed, hij zit dan tegen Heerenveen. Nee. Spelen we hier met het B-elftal. Vilena. Vindt Dries Mertens die hier op links speelt. Mertens op Moor. Moor wil naar binnen kappen, lukt niet. En zo raakt hij de bal kwijt. Maar goed, Heerenveen die probeert dan aan te vallen. Lukt ook niet echt. Vilena pakt de bal weer af. Goed gedaan door Vilena. Vilena vindt Jurgensen. Jurgensen kan uithalen en hij scoort zijn eerste goal sinds zijn terugkeer bij ons. En hij is er weer blij mee. En hij is gewoon belangrijk, want in zijn eerste invalbeurt gaf hij al 2 assists. Waar ik hem nog door de war haalde met Dolberg. Sorry daarvoor. Ik ben ook niet perfect. Maar hij scoort hier dus zijn eerste goal weer bij Feyenoord. Dan Vilena op Moor. Moor die naar binnen komt, of naar voren gaat. De 16 inkomt. Moeten we weer terugleggen op Vilena. Dat doet hij. Vilena's schot wordt geblokt. Kopt hem dan weer goed. En die bal komt voor Ødegaard. Die hem prachtig binnenwerkt. Een soort halve omhaal. Uit de draai. Vallend. Weet ik veel hoe je het wil noemen. Hier nogmaals. Vilena met een schot. Zet dan vervolgens goed door. Met een kopbal. En Ødegaard. Mooie goal voor hem. Ook belangrijk voor hem. Want de nummer 10 wil toch scoren en assist geven. En dat wil er nog wel eens aan schorten bij hem. Dat was dan de wedstrijd tegen Heerenveen en dan komen we bij de laatste wedstrijd van deze aflevering. De eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen FC Porto. Hiro Kimmich die naar binnen komt, die vindt Vialba en die haalt in één keer uit. En het is 1-0 zo in de 23e minuut. Mooie aanval, goed gedaan van Vialba die goed naar binnen kwam. Kimmich ziet dat gewoon. 1-0. Hiro goed binnengeschoten. Onhoudbaar voor de keeper. Dus scoort Vialba ook weer eens. Dan hier Vialba op rechts in de tweede helft. Komt naar binnen.
vindt daar Isco. En Isco ook, hij scoort weer. En zo is het 2-0 in de 78ste minuut. We waren beter dan Porto. Stukken beter. En dat komt hier nu ook tot uiting. Op het scorebord. Al had Donnarumma nog wel een paar goede reddingen. Toch was de winst niet onverdiend. Dan Jurgensen inmiddels ingevallen. Die zal dan hier de 3-0 maken. Bal wordt gered. Maar Werner die weet die bal alsnog binnen te schieten. Goed geanticipeerd door Werner. Zo is het toch een lekkere overwinning hoor. Zo tegen Porto 3-0 jongens. Goed gedaan door Werner. Dan einde van de wedstrijd. Hier ook komt Mertens ingevallen. Nog even met een paasje op Werner. Werner kapt naar binnen. Schiet. Maar die bal belandt op de paal. En zo blijft het 3-0. Want dit was het laatste moment van de wedstrijd. En tevens het laatste moment van deze aflevering. En zo was het toch een mooie aflevering met veel goals. Mooie transfers in mijn ogen. En gaan wij denk ik een heel, heel, heel mooi seizoen tegemoet. Dit was trouwens ook, ja, de transferperiode zit erop. Dus er komen geen nieuwe spelers voorlopig meer bij. Dus we moeten het met dit elftal doen. Maar goed, het gaat toch vrij aardig. Nou, dat was het voor vandaag. Ik zeg heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk tot morgen en anders tot volgende week. Later!